Goedemorgen, het is maandag, we zijn wakker en we gaan vandaag terug naar Tokio. We gaan weg uit Osaka en dan weer naar Tokio. Een paar dagen chillen en dan donderdag vliegen wij terug naar Nederland. En Ron en Jordi gaan zo verder reizen en wij gaan met z'n tweetjes gezellig naar Tokio. Dus dat wordt heel erg leuk. Oké, we hebben net buiten de deur ontbeten. We gingen naar boven, maar de rij was super lang. Het was, weet je wat, kon gaan met z'n vieren gezellig buiten eten. Maar ik had de camera even niet mee, maar... Ja, want wij gaan zo afscheid nemen van de jongens. Nee, ik ga inpakken. We hebben nog een uurtje. Be safe. Bye. En we zijn bij het station. Nou, als je stress wil, dan moet je met dit. Ik sta letterlijk te shaken van de stress gewoon. Dit is niet een zen tripje om rond te gaan reizen in Japan. Echt, blijf op één plek. We zijn nu bij een ander Osaka station. Want daar gaan we terug naar Tokio. Maar dit, alles eromheen. De rij staan, het gedoe, het niet kunnen zien waar je heen moet. Je moet het aankunnen, laat het zo zeggen. Ook interessant detail. Hier moet je dus je koffers doen. Dus ook je grote koffers. Dus heel veel mensen struggelen met zware koffers bovenop leggen. Achter hebben we wat plekjes. We hebben gelukkig niet van ons daar kunnen doen. Maar gewoon dat je dat weet. Je moet bereid zijn om dus hier. Om zware koffers daar op te leggen. Hier lunch. Oh my god, daar zijn we weer! Zo blij! Dit is echt de beste stad gewoon waar we tot nu toe zijn geweest. Terug in Tokio. Heerlijk! Oh, genieten! We gaan snel een Uber van bestellen en naar ons hotel. Dus zo benieuwd. We hebben een heel bijzonder hotel namelijk. Wij zitten in de auto die ons ophaalt. We hadden dus een van besteld, maar we echt niet. Ik kan ook hier. We kunnen ook naar elkaar zwaaien achterin. Hallo! We gaan nu naar ons hotel en ik ga je vertellen wat voor hotel we hebben geboekt. We hebben namelijk een love hotel geboekt en... Speciaal voor de liefde. Kijk, je hebt hier love hotels en dat zijn hotelletjes die je voor 3 uurtjes anoniem kan boeken. Om even heen te gaan met de potentiële lover. En dat zijn hele gekke, wacky hotels. Moet je even op YouTube zoeken, is heel grappig, want ik heb tours daarvan gezien en er liggen allemaal dingen en pakjes en weet ik veel wat allemaal. Maar ik was dus voor onze met z'n tweetjes Tokyo tijd aan het kijken. En toen kwam ik dus een superleuk hotel tegen, heel wacky. En daar kon je dus ook echt slapen in dat hotel. Dus dat hebben wij nu geboekt. Dus het is eigenlijk specifiek voor stelletjes. En had ook hele leuke reviews met gewoon stellen die er 5 dagen verbleven. En je kan karaoke zingen in de kamer. Je kan gewoon, ja, fun, leuk. Dus ja, het is wel zeg maar een 18 plus hotel, maar heel grappig. En zo benieuwd. Wij zijn in ons hotel. Dit is echt vet kicken. Heel nice. Kijk, dit is de karaoke wall hier. Oké, koelkastje. Slaapkamer. Dit is voor karaoke en een microfoon en zo. Dan kan je hier dus spelen. Ik kan wat dingetjes kiezen. Dan hebben we hier. Dit is het toilet. Uiteraard, zo'n spurtoilet. Dan komt. Nee, de licht is nu uit. Oh, het is hier romantisch, zeg maar. Ja. Zoiets, ja, een beetje. Televisie, bad. En dan hebben we de stoomcabine hier. Steam. Foef kan dat allemaal niet doen met zijn haar. Wel zielig. Maar ik ga lekker maar eentje hier chillen. In de spa. Why not? En... Dan ga ik hier douchen. En dan... En kijk, hier heb je... Pyjamaatjes, zoals bij elk hotel. En hier kan je je kleurtjes veranderen en je scenes. Het is wel, ik snap het wel, het is zo'n cutesy, romantische hotelletje. Leuk hoor, de grootste kamer die we zo, dit is echt huge. Ja, maar het telt of niet. Voor een hotel is dit echt huge. We hebben cadeautjes gehad. En ik weet niet wat het is. We hebben dit cadeau gehad, kijk, een doekje. Heb je deze schattige mini-sushis wel gezien? Mini-sushis? Nee. Voor de fun. Ja, die is cute. Even kijken. Oh, dit is voor een soort van handdoekje voor de spa, chopsticks. En we hebben zakjes voor een bad gehad. Oh, nice. Leuk, hè? Oh, dit is voor in bad. Ja. Wat vet. Echt superleuk. Voor die stokjes zijn mooi.
Dit is echt een chille kamer. I like it. Weet je wat heel cute is? Nou? De vrouwenstokjes zijn minder groot dan de mannenstokjes. Nou, gossie. Het is echt mooi trouwens. I like it. Ik ben blij dat wij dit als einde van de trip doen. Vind ik leuk. Ja, vind ik ook leuk. Wat is dat? Wat is dat? Ja, een soort badding of zo. Je kan er van alles mee. Cool, de Mount Fuji. We hebben hem nog geen keer gezien, Mount Fuji. Oké, ja, kijk, daar heb je het. Movies en cosplay costumes. Voor de liefhebber. Ik snap heel goed dat je dit met vrienden boekt. Wat? Wat doe je nou? Ja, oh, de sfeer veranderen. Ik snap wel dat je dit met vrienden boekt en dan gaat zingen de hele avond. En dan gewoon hier in slaap vallen. En, ja, ik snap het wel. Een soort party room een beetje ook. Het wordt dus koppels geboekt, maar ik denk ook wel gewoon voor de fun. Tuurlijk. Louise die commentte dit. Als je ooit nog eens terugkomt in Tokio, zegt Gregor dat hij zo vers gebakken melonpanbroodje haalt. Bij de melonpanbaker bij Takadanobaba Station. Dus daar gaan we nu heen. Het is over een half uur lopen vanaf hier. Ik ben heel erg honger. Ze dachten, lopen we naar eten ergens onderweg en dan eindigen we bij het broodjeszaak om een vers broodje te halen. Nee. Jongens, even hoor. Ik las dus al online over dat er zoveel goodies bij deze kamer zaten die je mee mocht nemen. Maar het is inderdaad echt heel veel. Hier, het zit een fucking haarklipje. Dit is denk ik een shower cap. Dit is... Wat is het? Schijfjes en staafjes. Een headband. Dan hebben we hier razor, schermes. Toothbrush. En dit is gewoon een hele haarborstel zelfs. Wauw, en kijk, normaal heb je alleen handsoap. Je hebt hier handsoap. Handsoap, face soap, body lotion en hair water. Dit is gewoon van Shiseido, hè? Dat was bij dat andere hotel ook al. Shiseido is hier gewoon ook een hotelmerk. En, oh ja, dan hebben we hier nog... Ik kom aan. Mouthwash. Stuk huisje, je love hotel binnenkomt. Even. Oh, wat is dit? Een face mask? En sowieso, dit is gewoon de beautyhoek. Dit is zeg maar los van de badkamer. Dus je kan hier... Ik heb nog nooit zo'n uitgebreide beautyhoek gehad om op te maken. Oké, wat heb jij voor goodies? Hier. Nog meer? Dit is een bubble bath. Ja. Dan hebben we Glamorous Lover, Poofy, Soft en Silky Bubble Bath. Een washpot en een body towel. Oh, en hier, dit is dan om je mee te wassen en zo. Ze doen overal hele grote pompen voor. Ja, gelukkig. I love it. Ik vind dit zo leuk, hè? Ja, oh. Leuk. Het is ook echt leuk. Echt meegelegd. Heb je die kleurtje laten zien hier? Nee, doe jij eens even een kleurtje aan. Oké. Erop. Oh. En een van de kleur. Zie je daar ook, hè? In het bad. Kijk nou! Oh, donkerblauw. Zo leuk. En een televisie. Een televisie. Oh, oeps. Even mijn schoenen aandoen. Oh, wait, daar is een mega spoon. Kijk. De luxe hoef je niet eens te bukken. Wacht. Ik ben benieuwd of het lukt. Zonder nog mijn veters. Nee, die gaat lastig worden. Ik ga even de staat van mijn schoen laten zien trouwens. Holy cow, je ziet nog net niet mijn sok zeg maar. Je moet echt even nieuw halen. De uitgang is ook heel erg geheim. Zo van niemand, want hier kunnen dus stelletjes heen gaan ook. Ja. Voor een nachtje. We gaan eindelijk bij Coco Ishii eten. Dat zie ik overal. Dit is een curry house. Het ziet er zo goed uit. En? Approved. Het is ook heel lekker. Ik heb hem bij mij per ongeluk met vlees geweegd, dus ik krijg een nieuwe. Dus vegetarisch kan. Wat ze? Gaan het er zo uit? Dat zou kunnen, maar... Nee, ik las online dat ze er wel goed mee rekening mee kunnen houden. Nou jongens, dit is echt heel lekker. Aanraden hoor. Pittig, hè, die voor jou? Nee, ik heb mild en hij heeft normaal. En het gaat tot en met 10, de gradaties van spicy. Nee, mag vanaf... Als je 5 helemaal op hebt, dan pas mag je 6 tot en met 10 kiezen. Ja, dus wij zouden nu niet 6 mogen kiezen ofzo. Maar wat is het dan? Dat is een gember. Je moet, doe even eens op je lepel. Kom op, eerst een klein beetje op je lepel. Oh, dit is heel lekker. Dit is een soort zoetige, zure... Jongens, dit is een van de beste maaltijden die wij deze hele reis hebben gehad. Het is zo lekker. Het is de bekendste fastfoodketen van Japan. Maar kijk dan even. Maar? Insane.
Het is zo anders dan de curry die je thuis hebt gemaakt. Ja, dat is Japanse curry. Ja. Ja, ik maak altijd een beetje Indian curry-achtig. Oké, na de most amazing meal ever gaan we verder naar het meloenbroodjes. Toetje. Zaakje. Oh, dat willen we. Ja, dat willen we. We zijn aan het wandelen. Dit zijn echt een beetje... Waar? Oh, daar. Dit zijn echt plekjes waar mensen ook wonen en zo. Er zitten wat hotels, maar ook wat woonflats. Leuke wandeling. Voor het eerst trouwens dat ik het zie. Dental office? Nee, die heb ik wel gezien eerder. Oh, het is hier zoveel chiller dan Osaka. Oh, genieten. Er zit hier een universiteitscampus achter met woningen ook. Als ik het goed heb. Ja, kijk, het is echt een wijkje. Het is echt een woonwijk. Zie ik allemaal papa's en mama's met kinderen. Ja. Oké, we zijn bij het station waar het moet zijn. Ja, we zijn door random steegjes aan het lopen, door random straatjes. We must find the bakery. Ik denk het ook. Ja, ik zie het. Is dat hem? Ja. De geur, jongens, het ruikt zo lekker. We zijn... Wauw, ik heb denk ik nog nooit zo'n lekkere broodjesgeur geroken. Hallo. We konden het dus maar niet vinden. En toen op een gegeven moment liepen langs een Frans bakkerijtje. En hij zei, laat maar, anders haal ik hier wel gewoon zo'n broodje. Ik zeg, nee. Ja, bijna. Bijna. En nu zijn we letterlijk, het ruikt zo heet. Gesneden. En dit is echt mijn ding. Ik zeg het altijd, als je iets niet kan vinden of niet, ga gewoon door om het te vinden. Voor je het weet, word je beloond. Met dit. Ik wil niet weten hoe dit ruikt. Dit is echt belachelijk hoe lekker dit ruikt. Nou, daar gaat hij. Oh, ik dacht... Hij heeft groene thee. Melon. Oh nee. Ja. Ik heb groene thee milky. Ik vind dat we in Nederland ook best wel de regel mogen doen, niet lopend. En drinken. En roken. Ja, oh ja, dat is hier ook een regel. Wij roken niet, maar mensen die, zeg maar, mogen niet lopend roken. Oh. Gewoon niet hier. En nu heeft hij de, zeg maar, zonder speciale smaak. En die is helemaal vers. Weet je hoe ik het nu eet? Vierkantje per vierkantje, let op. Het is heel, kijk, dit is krokant. Draai hem eens deze kant op, dat ik de binnenkant kan laten zien. En dit is fluffy van binnen. Kijk, en wil je het horen, het verschil? Je hebt bijvoorbeeld, dit stukje is heel krokant, dus hoor je dit. Oh, wel. Dit is trouwens de airline die ik ging besturen ook, weet je wel? Yep. Dus dit is krokant gedeelte. Klein stukje. En, maar je kan hem ook op die lijntjes eten. Doe eens. Ze ziet er zo lekker uit ook. Hij is boos omdat ik niet volgens de lijntjes heb gegeten. Ik heb gewoon random rand gedaan. Ja. Net als een KitKat eet. Of een dropveter. Dankjewel voor de tip. Dit was echt, dank je. Amazing. Hij loopt echt alle smaken, behalve chocolade. Het valt altijd tegen, dus heb ik maar niet. Zou er chocolade pudding in zitten? Of okay. Chocolate chips. Nee, we hebben... Oh nee, dankjewel. Nee, je hebt het in de verkeerde zak gedaan. Ik dacht gewoon, hij was wit. Je hebt hem in de meloenzak gedaan. Uh-oh. Kijk hoe cool deze muur is. Het is allemaal bullet boy. Wat is het, bullet boy? Kijk hem daar. Die is een coole zwarte zwembroekje. Ik weet niet wie dat is. Dat is ook hier. Hij is. Oh, hi. Oh. Me. En we gaan weer terug naar het hotel. Jongens, we zijn weer op de kamer. We hebben onze kamerjasje aan. Ik ga even lekker de stoomcabine in. Foef mag dat helaas nog niet doen. Hij mag een maand lang niet in bad. Wel douchen natuurlijk. Ik kan in bad, maar zolang niet onder water gaat. Ja, of stoom... Nee, stoom niet. Nee, stoom sowieso zwemmen niet. Zwemmen mag ook niet. Zwemmen mag niet. Het heeft allemaal te maken met gaatjes en zo natuurlijk. En bad moet ook niet te warm zijn of zo hoor. Nee.
Dus ik ga lekker in de stoomcabine. Er ligt daar een zakje. Uiteraard ligt er een zakje wat je mag gebruiken met stoom minty spul. Dus dat ga ik lekker doen. Lekker chillen. Poepjes vlogjes aan het editen. Mm-hmm. En ik ga niks zo even uitpakken ook. Dit is echt vet trouwens. Dat wil ik ook. Hè? Wat? Je zegt het toch al 300 keer dat ik dit wil. Ja. Ja, maar jij wil dat ik zo'n jurkje heb. Dat vind jij leuk. Dat is nog leuker. Dit is ook gewoon. Oké, ik ga lekker chillen. Ik kom net uit de stoomcabine. Oh, dit is zo fijn. Ik vind de stoomcabine altijd veel fijner dan sauna. Ik denk op dat, zeg maar, je kan dan heel lekker scrubben daarna met een doekje. En ik heb hier mijn huid, is altijd meer glowy daarna. Foefje, ik wil een stoomcabine in huis. Kan dat? Kunnen wij dat doen? Met veel moeite, ja. Hoe dan? Ik denk, dan moeten we een stukje van een andere kamer opofferen, ben ik bang. Oh echt? Serieus? Heb je echt een eigen kamer nodig daarvoor? Het moet ongeveer net zo groot zijn als wat hier. Je kan niet een soort van douchecabine doen met stoom. Dat je onze douche en stoom en dat maar. Dan moet je het alleen dicht gaan metselen. Oh, dan hebben we geen raam meer daar. Ja. Oh, ik wil dat. Ik wil een spa. Ik wil het. Je kan ook van die standaard stoomcabinetjes toch, die je gewoon neer kan ploffen. Ja, oké. Okay, maar je dat alleen maar van sauna? Dat weet ik even niet. Ja, van die houten sauna hokje. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Soms heb je ook maar... Heel serieus, zullen we als we een volgend huis hebben zoiets doen? Ik wil het echt. Stoom, sauna, the works. Ja. Dat is sowieso heel graag een jacuzzi. Kost dat veel stroom, een stoomcabine? De meeste mensen willen het niet. Dat is heel grappig. Heel veel mensen die het dan hebben en dan... Willen ze het niet? Nee. Waarom? Waar moet je nou... Wie van jullie heeft dat het... Dat is niet gaan. En geen idee waar ze in. Wij zouden sowieso een jacuzzi, wilden wij heel graag. Dat wel, ja. Alleen dat is nog een dingetje, want jacuzzi, je hoort heel vaak dat mensen dat dan nemen en vervolgens zit ze er nooit in. Heel erg veel geld kost dat. Ja, en het kost heel veel geld aan stroom en warm houden. Maar tegenwoordig schijnt het wel mee te vallen, dat het niet meer zoveel stroom, maar... I don't know. In ieder geval, we hebben het er wel eens over gehad, maar... Ja, I don't know. In ieder geval, als iemand het heeft, let me know, ga je er vaak in of niet? Of is het zo'n dingetje net als met een bad, zeg maar, dat je het hebt? Want hoe vaak ga ik naar een bad? Ik ga niet zo vaak. Hello, bad, ja, jij houdt van in bad gaan. Ik wil hier ook in bad, maar ik denk ook dat het te warm is. Nee, dat mag denk ik niet voor jou. Nee. Ik ga even een gezichtmaskertje opdoen. Zo, dang! Kun je dit opgezwollen zijn? Zou dat door de stoom komen? Ja. Wait, what? Ik heb deze masker af. Het is super jelly. Had niet verwacht. Oké, masker is af. Hoe glowy is mijn huid? We gaan nu karaoke spelen voor het slapen. Yes, die doet. Kunnen we samen zien, ja toch? Sommige dingen zijn duets. Oh, yes. Oké, we hebben uitgevonden hoe de karaoke werkt. Dus daar gaan we. Test, test. Cause I heard. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Now I'm lying in the cold, hard to ground.
ik heb gelijk geschort. Dat was even voor de duidelijkheid. Misschien kennen jullie die versie niet, maar dat is een versie waar je blijft aan het van haar en dan zie je een geitje die dat schreeuwt. Dus, dat is wat je hoorde, dames en heren. Man op naar de volgende nummer. Dank u wel, dank u wel. Applaus, alsjeblieft, voor deze mooie jonge dame naast mij. Beter bekend als Masha. Speel je zo van ons. Take a lot to drag me away from you. There's nothing that a man or woman would ever do. I knew you were. You were gonna come to me, and here you are. But you better choose carefully, 'cause I am capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. 'Cause I'm all that you want, boy. I'm all that you can have, boy. Let me spread like a buffet bomb. Bon appetit, baby. Maybe so? This one is for the boys with the boom assist. The back down AC with the cream assist. When they come up in the plant, he be raving up. Got stacked from the back like he's saving up. And he is, he will, he might get a deal. He pop bottles, he get the right kind of deal. He cool, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fight coach. He a motherfucking jerk, so shit that many of you did a kiss. I'm addicted, this kind of dude I was looking for. And yes, you get stuck if you look at home. Said, excuse me, I'm a hell of a guy. I mean, my, you're like telling a fly. I mean, you're so shy and I'm loving your tie. You're like sticking in the guy with the demon inside. Yeah, yes I did, yes I did. Somebody please tell me who the F I is. I am Nicki Minaj, I'm acting dudes up. That coops up and chucks up. But my heart is running away. Beating like a drum and it's coming your way. Can't you hear that boom 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 boom? Baby, got the super bass. Welcome everybody to the Wild Wild West, the state that's untouchable like alien nest. The track hits you from like a stomp in chest. Back to the Jimmy in the check of your check. And booming when the dead and happy. The same state where I find my dance floor empty. A pimpy on a mission for them freaks. Lean, mean, money making machine, sugar fiend. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Andy's and Barry Sassoons. From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, O.T., O.T. There's never much love when we go O.T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. We're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Oké, wij gaan slapen. Het is inmiddels echt al 2 uur 's nachts of zo. Wel te rusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!